Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op maandagmiddag 7 oktober. In het noorden en oosten van het land kan de zon nog af en toe te zien zijn, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en in de loop van de avond gaat het ook weer regenen. De temperatuur ligt dan tussen de 10 en de 13 graden en er waait een matige wind uit zuidelijke richtingen. Ook vannacht is het nat. Op de meeste plaatsen blijft het langdurig regenen. De temperatuur die daalt naar zo'n 10 tot 12 graden en vooral aan zee trekt de wind iets aan en wordt af en toe vrij krachtig. Morgenochtend trekt de regen naar Duitsland weg en vanuit het westen volgen dan wat opklaringen. Maar in de middag en avond vallen er weer een aantal buien. De meest actieve buien verwachten we in het westen van het land. Het wordt zo'n 16 graden. Woensdag is het weer een stuk frisser met een maximumtemperatuur van 13 graden. Ook dan vallen er meerdere buien. En Donderdag en vrijdag blijft het weerbeeld wisselvallig. De temperatuur die krabbelt wel weer wat op. Op vrijdag kan het lokaal 17 graden worden. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne middag.